welkom en leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van U in de Wijk Overvecht. Met vandaag weer drie onderwerpen. Onze verslaggever Pim praat met kandidaten gemeenteraadsverkiezingen over hun visie op de wijk Overvecht. ...21 maart mag u naar de stembus. En u kunt voor de gemeenteraad onder andere kiezen op de partij DENK. En we spreken met de nummer 2 van de partij DENK. Fatima Yousfi is een geboren en getogen Utrechter, 28 jaar oud. Ik ben van Marokkaanse afkomst. Je zit bij de partij DENK. Hoe lang al? Niet lang. Iets korter dan een jaar. Waarom ben je bij de partij DENK gegaan? Ik werd eigenlijk benaderd door DENK. Ik heb niet zelf de stap ondernomen. Ik ben iemand geweest die zelf ook het vertrouwen in de politiek kwijt was geraakt. Wat mij wel aantrok van DENK is dat de partij werd opgericht uit die frustratie, uit die ontevredenheid in de huidige politiek, in het huidige politiek landschap in Nederland. En daar kon ik wel wat in vinden. Mijn ambitie is om van Utrecht een leukere en betere stad te maken. En politiek daarvoor is voor mij een middel daarvoor. We gaan ervan uit dat jij in de gemeenteraad komt, nummer 2 van DENK. Waarop kunnen we jou dan over 4 jaar echt keihard aanspreken? Op de woningmarkt en op de veiligheid van Utrecht. Ik denk dat het heel belangrijk is dat daar meer focus op komt, vooral in deze tijd. Ik heb het gevoel gekregen dat de afgelopen tijd vooral de focus werd gelegd op milieu en duurzaamheid, wat absoluut hele belangrijke onderwerpen zijn. Maar door alle focus naar de milieuzone ging, door alle focus naar de NRU ging en de stadsboulevards ging en het aanpakken van de wegen en dergelijke, heb ik het gevoel gekregen dat er minder aandacht werd besteed aan de criminaliteit. En dat de onderwereld heeft kunnen vestigen en wat beter kunnen vestigen ook in Utrecht. En juist in deze tijd vind ik dat daar wat meer aandacht aan besteed moet worden. Wat wilt u gaan verbeteren, veranderen aan de arbeidsmarkt? Ten eerste zijn wij enorm tegen arbeidsdiscriminatie. Dat gebeurt helaas nog veel te veel. Het is bizar dat na alle tientallen jaren dat onze voorouders hier zijn gevestigd en wij als tweede/derde generatie hier geboren en getogen zijn en dan nog te maken moeten hebben met arbeidsdiscriminatie. Is een beetje vervelend. Wat wij in ons programma hebben opgenomen is dat wij, als we eenmaal in de gemeenteraad zitten, een register willen instellen waarin wordt bijgehouden waar bedrijven waar pertinent en consistent arbeidsdiscriminatie is gediscrimineerd, dat die bedrijven daarop komen te staan en dat de gemeente dan geen zaken meer doet met die bedrijven in de vorm van aanbestedingen of subsidies. Waarom moeten mensen in Overvecht en verder in Utrecht op jou gaan stemmen 21 maart? Ik sta aan jullie kant. Ik ben iemand die ook niet in de politiek geloofde en wellicht nog steeds niet helemaal overtuigd is. Maar ik wil daar verandering brengen. Ik wil iemand zijn die jullie vertrouwen vindt en kan behouden en kan bewijzen dat het ook anders kan. Dat we wel met z'n allen in dit mooie stadje kunnen wonen en dat we elkaar kunnen accepteren voor wie we zijn. En we gaan spreken met de VVD'er uit Overvecht. Ik ben Kees Geldof. Ik woon al 29 jaar in Overvecht. Ik heb bijna 10 jaar gewoond in de buurt van winkelcentrum Overkapel. En ik heb aan de eindzijndreef een heel mooi appartement gekocht. Dat was toen nieuwbouw. En dat is een van de dingen die natuurlijk van belang is, dat je in de wijk ook nieuwbouw pleegt. Waardoor je ook mensen die willen gaan verhuizen, daar ook de gelegenheid toe hebben om dan in de wijk ook iets te vinden. U heeft als wethouder de afgelopen 4 jaar Utrecht mogen dienen. Als u nou zelf evalueert, wat is dan uw sterkste punt geweest? Waarvan u zegt, daar ben ik echt heel trots op. Nou, toevallig staan we hier bij de NPD's er ook. En dat is echt een punt waar ik trots op ben. Dat lag 15 jaar stil. Daar was 15 jaar geen ontwikkeling. De gemeente had het aangekocht. Men dacht toen, dan gaan we dan winkels bouwen. Dat kon niet. Crisis, u kent het. En toen gebeurde er eigenlijk niks. En dat we dat nu weer in gang hebben gezet. En dat daar gewoon woningen komen. Dat we teruggeven aan de bewoonde wereld. Vind ik een hele mooie. Er komen 350 appartementen. En 639 studentenwoningen. En zo geven we eigenlijk een stuk niemandsland. Want dat is het heel lang geweest. Het heeft 15 jaar geduurd. Geven we weer terug aan de bewoonde wereld. Als u nou nog een ander speerpunt mag noemen waarvan u zegt, daar gaan we echt
keihard voor bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wat zou dat dan zijn? Ik denk dat een heel belangrijk punt ook is, ik noem het maar de openbare ruimte. Gewoon de straten, de pleinen, het groen. Daar willen we altijd heel hard voor gaan. Hebben we ook in deze collegeperiode ook extra geld, ook voor Overvecht juist en Kanaleneiland geregeld. Om te zorgen dat daar waar nieuwbouw plaatsvindt of verbouw, ik noem het maar even renovatie, dat we ook zorgen dat de straat er goed bij ligt. En dat we dat goed opknappen, dat het ook veel leuker is, dat je kinderen veel makkelijker buiten kunnen spelen. Wat moeilijker dat je door een gewone woonstraat heen kan raggen met een hard rijden, dat je dat dus anders inricht, zodanig dat het prettiger wonen wordt. Nou, dat is waar we ook voor willen gaan. Hoe kijkt u aan tegen het cameratoezicht? Vindt u dat het groter moet worden? Nou, op het moment dat er bepaalde misstanden zijn, dan moet je ook cameratoezicht als middel kunnen hebben om dat in te zetten. Nou, we hebben dat natuurlijk op verschillende plekken, en op sommige plekken zelfs vast. Hè. Winkelcentrum Gagelhof kent u, dat is hier niet zo ver vandaan, hebben we ook cameratoezicht. Hebben de ondernemers ook samen met de gemeente daar gezorgd dat we daar goed toezicht kunnen houden. Als het aan u ligt, als het aan de VVD ligt, komen er in ieder geval meer camera's als het nodig is. Als dat nodig is, moet je de middelen inzetten die je nodig hebt. En als dat camera's zijn, dan moet je die ook gebruiken. Buurtbewoners gaan samen met de SP de straat op voor een veilige oversteekplaats. We zijn nu in Overvecht, Overvecht Zuid en vlakbij de speeltuin. We hebben aan de buurtbewoners gevraagd wat is nou het grootste probleem bij jullie in deze wijk. En dat is eigenlijk een veilige oversteekplaats naar de speeltuin van deze huizen. Omdat auto's keihard door de straat rijden, auto's gewoon over het grasveld rijden. Je ziet hier nu iemand, ook een auto staan. En ze hebben overal lak aan en kijken niet om of er kinderen lopen, ja of nee. Het is wel dat ze hard rijden, maar sommige mensen die hebben ook haast. Dus daarom rijden ze hard. Maar dit is ook een bewoonde wijk, dus er staan ook bordjes van dat je hier zachtjes moet rijden. Maar sommige mensen die negeren dat. Daarom is het niet zo veilig hier, bij de weg dan. Vandaag is het een grote dag. Waarom zijn we hier? Nou, we zijn hier om actie te voeren voor een veilige oversteekplaats naar die speeltuin daar. Het is een hele mooie speeltuin. Maar mensen in die wijk die durven hun kinderen vaak niet erheen te laten gaan omdat deze weg als racebaan gebruikt wordt zo'n beetje. De mensen die hier keihard doorheen rijden. Een van de bewoners is ook al het huisdier van aangereden hier. En dan snap je dat mensen gewoon bang worden om hun kinderen heen te gaan. En dat is zo zonde. Maar er gebeurt niks aan met de gemeente. Wij zijn erachter gekomen, we zijn hier de wijk ingegaan, we hebben aan de deuren met mensen gepraat. We kwamen erachter dat het een thema is wat hier heel erg speelt. En wij helpen de mensen graag mee om er zelf voor te zorgen dat er aan gebeurt. En daarom voeren we hier nu actie met die bewoners. We gaan een beetje ludieke actie, we gaan een eigen zebrapad hier krijten op de straat. Als teken aan de gemeente van dit leeft hier, hier moet wat aan gebeuren. En als jullie niks doen, gaan we gewoon verder met actie voeren totdat het voor elkaar is. Sommige ouders durven niet eens hun kinderen naar de speeltuin te sturen, hoewel ze er misschien 20 meter vandaan wonen, omdat ze bang zijn dat ze door auto's aangereden worden. En dat moet toch niet kunnen. Jullie hebben goed meegeholpen. Waarom ben je hier? Voor het veilig oversteken naar die speeltuin. Hoe zou je denken dat het probleem met dat racen door de straten het beste opgelost kan worden? Nou, het voordeel is, dit is een stuk fietspad wat alleen door fietsers gebruikt wordt. Het gaat over een stuk van 35, 40 meter. Als we dat openmaken als een openbare weg, zijn wij die sluiproute door deze straat en de Muilenborgdreef zijn we kwijt. Want het meeste verkeer wat door onze straat heen komt, 's avonds en 's nachts, wat zo hard rijdt, moet naar de flat. Als ze dit stukje openmaken, zijn we daarvan verlost. Wat moet er aan gebeuren dan? Wat moet er aan gebeuren? Ja. Nou, in deze weg bijvoorbeeld kan je denken aan drempels, een echt zebrapad, hè, dat soort dingen, in ieder geval borden. Hoe ze die weg kunnen ze misschien anders indelen. Ja, er zijn een legio van opties, denk ik. Spelen is heel leuk in de leef, waar je mag ook heel vaak voetballen en het is heel leuk.
ijsbaan van IJsclub Siberia in Park de Watertoren voor het eerst in gebruik. Koud, hè? Wat is het koud, hè? Nou, dit is een liedje, maar ik zie daarboven een schaatsen. Zou er eigenlijk hier in Overvecht iets te doen zijn met schaatsen? Ik ga toch eens even kijken in mijn wijk. Schaatsen. Koud, hè? Ik ga gauw even kijken. Koud, hè? Meneer, wat bent u aan het doen? Ik ben de ijsbaan aan het schoonmaken. De ijsbaan? Oh ja, natuurlijk. Hoe komt deze hier eigenlijk? Ah, dit is een project van IJsclub Siberia. Ik ben ijsmeester van IJsclub Siberia. En dat doen we samen met partners in de wijk. Zoals Power College bijvoorbeeld. Dat is, die verlenen alle medewerking met elektra. En we hebben zelfs tijdelijk een clubhuis daar in de verwarmde kas. En daar kunnen we de spullen opslaan. Maar de gemeente Utrecht ondersteunt dit ook. Die hebben samen met Stadswerken deze baan en samen met Siberia die baan ontwikkeld. En dit is nu het tweede jaar eigenlijk dat die ligt. Ik zie ook nog kinderen eigenlijk zonder schaatsen. Doen jullie daar ook iets aan? Ja, we hebben een bak met leenschaatsen die we dadelijk aanbieden. Kunnen kinderen gewoon gratis schaatsjes passen en kunnen ze alsnog het ijs op. Dus we gaan dadelijk ook een koekensopie tent inrichten en lampjes ophangen. Dat komt allemaal nog. Maar eerst maar gewoon genieten van het ijs. Hoe vindt u deze initiatief? Ja, echt hartstikke leuk. Ik heb lang niet geschaatst en ik dacht, ik moet even een baantje vinden waar ik een beetje kan krabbelen in de buurt. Dus op mijn fiets hier naartoe. En ik vind het superleuk. Ik zie gewoon kinderen en er zitten mensen te wachten op de schaatsen. Want als je naar de baan gaat hè, met z'n vieren, dan ben je gewoon €12,50 per persoon kwijt. Nou, ik denk niet dat ze dit allemaal kunnen betalen. En dan ben je super blij dat dit gewoon kan. Zo, jullie gaan ook schaatsen? Ja, ik heb helaas geen schaatsen mee, maar ik kom zo een hele kamer schaatsen. En dat vind ik wel leuk. Ja, en hoe weten jullie dat hier schaatsen? Mijn oma woont hier in de buurt, een beetje daar ergens. Dus ik was een keertje van school gekomen en ik zag opeens dat allemaal de gemeente had geregeld en schaatsing hoorde ik. Dus toen dacht ik, dat is echt wel leuk om te schaatsen een keertje. En ja, het is nu gekomen, dat vind ik echt leuk. Ben je met papa en mama? Nee, met papa. Met papa, kan die ook schaatsen of niet? Maar hij heeft geen schaatsjes bij zich. Maar ik hoorde dat hij gratis schaatsen kan lenen. Ja. En jullie hebben hele goede, mooie schaatsen aan, zie ik. Ja. Maar kunnen jullie ook pirouetjes maken, of niet? Ik weet wat pirouetjes zijn. Ja, zo draaiend zo? Zo van die cirkels en zo? Ik denk het wel. Ja. Ja, kijk, daar gaat nu een pirouette. Ja, doe voorzichtig, hè. Kijk eens aan. Ja, dames en heren. Nou, dit is toch grandioos? Doen jullie eigenlijk vaak schaatsen of niet? Nee. Ja, 3 keer in de winter of zo. 3 keer in de winter? 3, 4, 5. En wat vinden jullie het leukste van schaatsen? Gewoon lekker. Dat je hard kan schaatsen. Ja. En jij wilde ook iets zeggen? Ja, eigenlijk dat ook. Ja, ook dat. En hebben jullie ook wel eens dat je zegt van, nou, ik heb helemaal geen zin in schaatsen, maar ik moet? Of dat nee. Niet? Nee. Dit was het alweer voor vandaag. Heeft u tips of opmerkingen? Ga dan naar overvecht@uindewijk.nl. Wilt u deze aflevering nog eens terugzien? Dat kan op www.uindewijk.nl. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende keer.